goud. Hij is binnen. Ben je blij? Ja, helemaal fijn. Was het een zware wedstrijd? Nee, niet zo. Nee, dat ging vanaf het begin wel redelijk makkelijk. Maar wel leuk. Ja. Wat was je plan? Vooral lang houden. Vooral simpel werken eigenlijk met directes. Dat is eigenlijk bij mij het beste idee om te beginnen. Om de goede afstand eigenlijk te meten. Daarna kan je wel wat meer gaan proberen. Maar de eerste basis is eigenlijk altijd beginnen met de jab en directes. Vanuit daar een beetje uitbreiden. Had je een moment dat je dacht van, oeh, dit wordt nog lastig? Nee. Nee, de eerste ronde ging goed. Meestal als ik eenmaal die afstand heb en ik heb het een beetje het spelletje in de gaten, dan wordt het meestal alleen maar beter vanaf dat moment. Dus geen problemen. Je zei gisteren al iets kort over de andere gewichtsklasse. Merkt hij dat nog in de finale? Nee, niet echt. Ik denk ook niet dat zij de volle 81 was. Nee, dat verschil merkte ik niet echt. Nee. En nu, op naar het WK. Hè? Hoe ziet je komende tijd eruit? Ja, nou morgen een welverdiend dagje rust, heerlijk. En dan dinsdag pakken we het eigenlijk gelijk weer op. Er zijn nog wat sparringen gepland natuurlijk de komende 2 weken. En dan gaan we een week naar Frankrijk voor een trainingskamp. Dat is eigenlijk de laatste sparringsvoorbereiding. Dan hebben we nog een aantal dagen thuis. En dan vliegen we naar India voor acclimatiseren en het echte werk uiteindelijk. Ik denk dat mensen een beeld hebben van boxers, die zijn altijd actief. Wat doe jij dan op een dagje vrij? Nou, ik heb een hond. Dus wat dat betreft, ja, actief. Je kan wel relaxdag nemen, maar ik heb een hele actieve hond. Dus uiteindelijk ben ik wel veel aan de wandel. En dat is ook mooi, want het is natuurlijk actief herstel en lekker in de buitenlucht. Als dit zomerse weer nog even aanhoudt, dan komt dat helemaal goed.